Hallo, mijn naam is Marleen Balvert. Ik ben wetenschapper bij het Zero Hunger Lab van Tilburg University. Zero Hunger betekent nul honger. Samen met andere wetenschappers van het Zero Hunger Lab zoek ik naar oplossingen voor honger in de wereld. En het doel? In 2030 gaat niemand op de wereld meer met honger naar bed. Geen honger meer op de wereld. Het Zero Hunger Lab is niet de enige die dit wil. Bijna alle landen in de wereld hebben beloofd zich in te zetten voor nul honger. Er zijn in totaal 17 werelddoelen. Geen armoede is werelddoel nummer 1. En geen honger is werelddoel nummer 2. Dit betekent dat dit de belangrijkste doelen zijn voor alle landen op de wereld om aan te werken. Om jullie te laten ervaren hoe ingewikkeld het hongerprobleem is, gaan jullie zo meteen een spel spelen met elkaar. Maar voordat jullie dit spel gaan spelen, zal ik eerst uitleggen wat er aan de hand is. Het hongerprobleem in de wereld is enorm. Vanavond gaan er 783 miljoen mensen met honger naar bed. Dat is net zoveel als alle inwoners van heel Europa. 3 miljard mensen hebben niet genoeg geld voor een gezonde maaltijd. Dat is zelfs 4 keer zoveel als het aantal inwoners van Europa. 1 op de 3 kinderen op de wereld heeft een ongezond gewicht. Zij zijn veel te licht of juist veel te zwaar. Sommige kinderen zijn zelfs te klein voor hun leeftijd. Deze kinderen krijgen zo weinig te eten dat ze niet normaal kunnen groeien. Deze groeiachterstand zullen zij nooit meer kunnen inhalen. Er zijn ook landen die juist meer dan genoeg eten hebben en zelfs veel eten weggooien. In Nederland gooien we 127 kilo eten per persoon per jaar weg. Dat zijn wel 13 vuilniszakken. Bij een gezin met 4 personen zijn dat maar liefst 52 vuilniszakken met voedsel die per jaar worden weggegooid. 80% van onze landbouwgrond wordt gebruikt om dieren te voeden. Deze dieren worden speciaal gefokt zodat wij vlees en zuivel kunnen eten. Maar dit vlees en deze zuivel kan niet veel mensen voeden. Er zou dus eten voor veel meer mensen zijn geweest als we deze landbouwgrond direct voor het voeden van mensen hadden gebruikt. Zoals je ziet is het hongerprobleem op de wereld enorm. Je hebt gezien dat het grootste probleem is dat er wel voldoende voedsel op de wereld is, maar dat het niet eerlijk over de landen is verdeeld. Bij het Zero Hunger Lab van Tilburg University gebruiken we wiskunde op een slimme manier om honger de wereld uit te helpen. Je zal wel denken, kun je wiskunde gebruiken om honger te verminderen dan? Jazeker, dat kan. Overal om je heen vind je informatie. Dit kan informatie zijn over jou, over het weer, over prijzen van eten, over inwoners van een land, berichten van social media. Het kan van alles zijn. We noemen dit data. Als je goed naar deze data kijkt, kun je allerlei verbanden leggen en voorspellingen doen. Het gaat hierbij om enorme hoeveelheden data die onderzoekers niet uit hun hoofd kunnen bestuderen. We hebben daarom wiskunde en hele slimme computers nodig om deze data te verwerken en ontdekkingen te doen. Deze computers kunnen berekeningen vele malen sneller maken dan mensen. Zo doen we ontdekkingen die honger op de wereld kunnen helpen verminderen. Ik noem een paar voorbeelden. In Nederland worden jonge kinderen regelmatig gewogen en gemeten. Kinderen die niet de juiste lengte of het juiste gewicht hebben, kunnen we dan helpen. Je kan je misschien voorstellen dat er in sommige landen niet genoeg dokters en spullen zijn om alle kinderen te meten en te wegen. Toch willen we juist in die landen de kinderen vinden die hulp nodig hebben. We maken daarom een app voor op mobiele telefoons om te zien of kinderen wel goed groeien. Hulporganisaties kunnen via deze app een foto van kinderen maken. De app berekent aan de hand van een simpele foto of het kind hulp nodig heeft. Hiervoor gebruikt de app kunstmatige intelligentie. En voor kunstmatige intelligentie heb je wiskunde nodig. Wiskunde wordt ook gebruikt voor de navigatie van een auto. Als je intypt waar je naartoe wil, dan kan de navigatie uit heel veel verschillende wegen de beste route berekenen. Maar wat als wegen niet op de kaart staan, zoals in afgelegen gebieden? Hoe breng je voedsel dan het snelste naar de juiste plaatsen? Bij het Zero Hunger Lab hebben we een techniek bedacht waarmee we met GPS toch alle wegen op aarde in kaart kunnen brengen. Zo zorgen we ervoor dat voedsel de onbekende dorpen wel kan bereiken. Als ergens een ramp gebeurt, slaan mensen vaak te voet op de vlucht uit het rampgebied. Ze zijn dan erg kwetsbaar. Hoe kunnen we deze kwetsbare mensen het beste helpen tijdens hun tocht? Hebben ze bijvoorbeeld behoefte aan voedsel of aan spullen? Met wiskunde kunnen we uit grote hoeveelheden data lezen wat voor hulp deze mensen nodig hebben. We onderzoeken hoe we, zelfs al voordat een ramp gebeurt, kunnen handelen. Kortom,
Wij bedenken met wiskunde allerlei oplossingen om honger op de wereld te helpen verminderen. Deze oplossingen en ideeën bedenken we niet alleen. We doen ons onderzoek samen met hulporganisaties zoals het Wereldvoedselprogramma, maar ook de voedselbanken hier in Nederland. We bedenken samen oplossingen voor hun problemen door gebruik te maken van data. Onze oplossingen helpen deze organisaties om hun werk nog beter te doen. Ik heb jullie laten zien hoe wij met wiskunde helpen honger in de wereld te verminderen. Zo maken we de wereld een betere plek voor iedereen. Help jij mee?